kreeg vroeger op een bal. Dan heb ik 2 weken roest gekregen met die blessure. En dat, ja, vandaag zullen de tweede koers en al die blessure. En ik zal eigenlijk nog 2 weken echt werken aan de echte piekvorm. Maar dat is er niet van gekomen. Dus we zullen vandaag zien wie goed ik me heb kunnen houden in die 2 weken. Je weet gewoon voor die GT, wie zie je in het zuiden? Nee. Ik heb vorig jaar ook gereden. En ik heb nog een paar trainingscircus op dit parcours gemaakt. Dus ik ken het parcours wel redelijk goed. Ja. Wat verwacht je van vandaag? Nou, niet echt veel. Het stond heel. Het veld is echt heel sterk. En als ik een goed rij, dan is het goed. En misschien nog een kleine rol kunnen spelen in de finale, dan ben ik echt heel blij.